Ik ben ook stom geweest. Ik heb vandaag hetzelfde fout gemaakt als jij. Ja, maar aan de andere kant denk ik, hij weet wat we kunnen missen, snap je? Hij weet wat voor facturen er nog aankomen. En ja, ik weet niet. Weet je, ik vind... Het is gewenning. Weet je wat ik gewoon vind, Verlijn? Ja, weet je... Als ik het mocht zeggen, had ik jou het met liefde gegund, jongen. Omdat ik gewoon weet dat je het graag wil. En dat dit gewoon ook heel erg helpt in de ontwikkeling van jezelf. En in de ontwikkeling van je werk. Om zo meteen buiten echt aan de slag te gaan als een hartstikke goede danser. Wat je eigenlijk al bent. Maar je kent alles wat je doet, kun je steeds veel beter worden. Snap je? Ja. Kijk, misschien gaan ze akkoord. En zo niet, dan... Is het dood en doodzonde? Ja, precies. En als ze daar niet akkoord mee gaat, weet je wat je dan moet gaan doen? Als ze daar niet mee akkoord gaan, dan moet je net zo wat ik heb gedaan. Oké, jullie gaan niet toekomen, maar wat is dan op zijn minst het max? En dat, dan wacht je daarop. En dan, weet je, ik zal nu gewoon even wachten. Kijken wat ze zegt en dat, wat ik zeg dan, wat is het maximum? En als je daar een antwoord van weet, gooi je het gewoon lekker in de vergaderingsgat. Ja. Ja, inderdaad. Want ik hoor gewoon steeds de continu de woorden van Hiske. Gebruik dit platform om je doelen en dromen te behalen. Het moet alleen niet zo zijn dat iedereen, weet je wel, geld gaat vragen. Nee. Het zal ook niet iedereen meer zijn, schat. Want we zijn zometeen ook met mindere mensen. Ja. En heel veel mensen hebben al een bepaald doel behaald. En het enige waar ik geld voor vraag is dansen. Ja, juist. Nee, het enige waar ik mijn geld om was gevraagd, was ook voor mijn trap. Dat was ook voor mijn fitness. Dat is het doel waar ik voor binnenkwam. Ja. Voor de rest heb ik nooit ergens geld voor gevraagd. Nee. Niks. Nee. Tja. Ja. Denk daar maar gewoon goed naar, lieverd, weet je. Ja. En dat moet ik ook. En dat is juist een goede test voor ons om gewoon lekker voor jezelf op te komen. Ja. En je weet zelf wat er is gezegd. En dat zei Jessie ook vanmiddag tegen mij. Weet je wel, als er weer een bepaalde uitgave komt, laten we een groep bij elkaar halen. Ja. En laten we gewoon gewoon stemmen van oké, gaan we ermee kort ja of nee. Ja. Het is wel je toekomst waar het om gaat, hè? Ze gaat ook tips geven voor mijn danscarrière later. Dat bedoel ik. Ja. Zo goed. Niet zo makkelijk. Je moet je niet zo makkelijk aan de kant wimpen. Oké, het kost duur, dus laat. Nee, niet doen, man. Gewoon niet doen. Ja. Alles op alles gooien. Ik ga ook alles op alles gooien dat je visie is gewoon wordt betaald. Mm. Weet je wel, en ik heb deze week toch, ik heb vandaag over 20 euro verdiend. Nou, morgen heb ik weer geld eventueel verdiend, weet je. Dus misschien, heb ik het al weer terugverdiend. Snap je? Ja. Dus daar moet je niet drukken, maar het gaat nu eventjes om jou. Ja. En misschien wordt het wel minder dan 450, je weet het niet. Ja, ik hoop het wel. Ja. Ja, zij is wel echt de topper, laat ik het zo zeggen. Hoeveel was het acteren in totaal voor Shelly? Was er ook heel veel geld, toch? Nou, de exchanges waren al 500 euro. Ja. En die heeft ze nog nooit bij iemand gezet? Of nee, één keer? Ja, één jaar. Eén bij één vrouwtje, maar dat was heel weinig. Tja. Maar acteren weet ik niet hoeveel dat was. Dat was ook best wel pittig, hoor. Ja? Ja. En dat werd ook door ons betaald. Oké. De opleiding van de Wimper Extensions. Was ook best wel veel geld. Ja. Ook pas één klant gehad. Ja. Dus in principe zijn we dat geld ook kwijt. En het geld wat jij dan gaat investeren zometeen in dat zij 3-4 uur kan komen, is gewoon weggegooid geld, want dat ga je straks weer meenemen naar buiten. Ja. Dat is voor mijn toekomst. Tuurlijk. Echt een schat, ik gun het je gun je de hele wereld, weet je wel, maar laat je door dit niet gelijk... van de leg van oké, het gaat niet door, dus ik laat het hierbij. Ja. Weet je wel, hoe aardig ik Milene ook vind, zij heeft ook heel snel de neiging nog gehad van oké, laat maar, het hoeft niet meer. Zo moet je niet nog gaan nadenken, weet je wel, ga ervoor. Ja.
Ja, joh, ik ben zo bescheiden, man. Ja, dat moet je niet zijn. Ja. Ik ben ook bescheiden. Maar ja, je moet nu echt... Nu juist niet, hè. Moet gas geven, ja, schatje. We hebben nog maar misschien nog maar 60, 65... Het is nog geen 60 dagen meer. Ik denk ergens in de 50. Ja, ik ook. Ja. Maar wat had jij nu gemeld? Dat 100 euro mogelijk is. Oké. Okay. Als hij niet akkoord van, oké, dit is te weinig... Dan stuur ik... Stuur je haar gewoon een mail. Oké, 100, wat is het max? Ja, dan kan ik het in de groep gooien. Ga je het niet vertellen? Je gaat die mail ga je lekker uitprinten en je groep de groep gewoon lekker bij elkaar. Ja. Dan doe ik het voor je. Nee, ik doe het wel. Ja, oké. Goed, dat ik horen. Ja. Thanks. Ja, het is wel echt goed voor mijn toekomst, hoor. Ja, daarom juist. Ja. Daarom. Zo denken. Ja. Niet te veel beïnvloeden om wat een Jesse zegt. Nee, het is eigenlijk mijn eigen stomme fout. Want ik ben er naartoe gegaan. Ik zei, yo yes, dit is de mail. Maar dit is zeker te veel. Mm-hmm. Nou, ik ook niet moeten zeggen. Eigenlijk niet, nee. Maar dat is gewoon wat ik gewend ben hier. Snap heb ik ook, dat alles te duur is. En heb ik ook gedaan. Dan heb ik zeggen tegen jou, ik heb vandaag ook dezelfde fout gemaakt. Maar nu heb ik zoiets van fuck it. Ja. Ik heb gewoon gezegd, wat is je maximaal bijdrage? En het gaat gewoon in een vergadering woensdag. Ja. En het gaat gewoon komen klaar. Ja. Het is gewoon zo erg gewenning hier. Dat het altijd geld tekort is. En dat alles te duur is. En ook al wil je je dromen najagen. Mm. Ja, maar dat is ook zo, maar kijk, je hebt pas een punt als je 30 mil in de min staat. We staan nu 31.000 in de plus. Ja. En wat ik al zeg, er komt steeds meer en meer bij, schat. Omdat het programma loopt ten einde, dus mensen gaan dingen kopen. Ja. Die komen echt even op een uitverkochte markt en we gaan echt hartstikke veel winst draaien, man. Ja. Zo, dat wordt trouwens echt druk, hè? Ja, we beginnen om 10:30. Zondag. Ja, het was heel druk. Ja, en reken maar dat we veel gaan verdienen. Reken maar. Ja, en Annalise wilde ook een dans maken voor de 23e. Ja, dat is te gek. Ja. Ja. Ik wil het gewoon. Ja, dan gaan we het gewoon doen. Ja. Hé. Zo gaan we denken. Ik ga de groep nu bij elkaar roepen. Nee, dat zou ik echt niet doen. Kon het maar. Maar mijn schat, echt waar, ik vind jou heel goed in jouw manier van praten. Je kent heel goed dingen verwoorden. Je kent heel goed dingen uiten. Dus ik heb het gewoon de duizendste vertrouwen in jou. De volste en 1000% vertrouwen in jou. Dat jij, als jij de groep bij elkaar roept, weet je precies wat je gaat vertellen. Ja. En ik denk echt wel dat mensen achter je staan. Ik hoop het. We hebben nog, zeg je ook gewoon geluisterd, we hebben nog maar... Enkele weken, weet je wel. En dit is gewoon mijn droom. Die droom die ik buiten kan doorlaten kan laten gaan. Ik denk dat ik gewoon de mail voorlees met wat de opties zijn. Wat ze me allemaal wil gaan leren. Ja. Ook met mijn carrière en dingen dat. Ja. Dan zeg van joh, ze heeft later gemaild. Dit is het minimale bedrag wat ze... Ja. En ik wil jullie vragen of jullie dit mij gunnen, want... Ja. Het is wel echt een hele goede opstap voor mijn carrière hier. Ja. Ik heb honger. Nee, ik niet. Ik kom door de kwark, zit ik vol. Kwark? Ik heb al 8 uur veel kwark gegeten. Maar ik ben helemaal hype van Jeren en gewoon deze verhalen, weet je. Dat... Ja, man. Ik sliep net al bijna. Ja. In de tent. Gewoon om 9:30 was al het licht, hè, joh. Lekker. Kijk, en als je mij eventueel een pt-schootje hebt of mijn studiootje, kan ik die foto die ik hier heb gemaakt, bam, mijn foto komt lekker niet te hangen. Ja. Ik wil ook foto. Die krijg jij ook. Ja. Dus ja. Ik zei tegen Jessie ook, toen hij dat zei, chase your dreams, weet je, dat moet je ook doen. Precies. Dus
Dus mocht je morgen weer een mail schrijven, vraag dan gewoon wat het max is. En van daaruit roep je gewoon de groep bij elkaar of wat dan ook. En dan gooi je het gewoon uit. Ja. Misschien nog half 40 het wel. Ja. Zou tof zijn. Als je niet vraagt, weet je het niet. Ja. Ja, ik moet eigenlijk plassen. Niet? Ja. Ik ben net geweest. Ja, ik weet het, ik heb ook gezien. Och. Ga je achter het huisje? Het is ook zo koud. Nee! Dat was in de zomer, hè? Ja.